In deze video reviewen we de Ultrasonic 2Go Executive Humidifier. Wat is dit? Nou, eigenlijk is het gewoon een luchtbevochtiger. Zo simpel is het. Waarom reviewen we in hemelsnaam een luchtbevochtiger, Rutger? Hoor ik je vragen? Ik heb werkelijk geen flauw idee, maar het product was best goedkoop met een prijs van 50 euro. En ik vond het persoonlijk wel iets cools hebben, zoals hij daar in de mediamarkt stond. Dus hé, laten we maar snel beginnen. Dus, bij dit product beginnen we natuurlijk met het design. Het designje is niet al te groot. Hij is ook redelijk klein. Al met al vind ik dat de bouwkwaliteit van het product erg solide is. We hebben aluminium zijkanten en de merknaam staat erop geschreven. Wel krijg je geen reservoir voor het behouden van water, maar kan je een standaard petfles van een halve liter of als je ze in grotere formaten kan vinden, gewoon erop schroeven. En vervolgens kan je het water of de andere vloeistof die in de fles zit gewoon heel makkelijk op zijn kop zetten. En voilà, het is bijgevuld. Tijd om te gaan. Als je eenmaal bezig bent, dan doet dit product ongeveer een dag met een halve liter water. Dus dat is redelijk aardig. Hij heeft dus ook een flow rate van dit. En natuurlijk ziet het product er zoals al gezegd redelijk cool uit. Met een prijs van ergens rond de 50 euro is dit een redelijke aanrader. Maar dit product heeft ook een paar kleine nadelen. En ook nog een andere extra tip die ik ga vertellen aan het eind van deze video. Wel gaat water een heel klein beetje uitzetten. En daarom zonder het kapje op dit product kan het ook een heel klein beetje lekken. Een van de voordelen volgens de makers van dit product is dat je hout erg mooi houdt. En dat je ook geen droge ogen krijgt. Maar dit product zorgt wel voor een heel erg vochtige lucht. Als je het product heel erg lang aan hebt staan, kan je zelfs een beetje condens krijgen. En uiteindelijk moet je dus ook oppassen met het beschadigen van elektronica. Want het is zeer zonde als er condens op iets komt. En als water eenmaal gecondenseerd is, dan is het vloeibaar en kan je dus zeer makkelijk kortsluiting krijgen. Al met al maakt dit product het ook een beetje subtropisch klam. Het wordt uiteindelijk zo vochtig in de lucht dat je zweet niet meer verdampt, waardoor je uiteindelijk heel erg gaat zweten. Natuurlijk sluiten we deze video nog af met één super handige tip. En dat is natuurlijk dat je van die kleine mentholcapsules heel makkelijk in het water kan doen, waardoor je hele kamer ruikt naar menthol of natuurlijk naar een andere smaak als jij dat wil. Dus dat was het voor deze video. Dit was een compleet random product. Als er nog andere random producten zijn waar jij een review van wil, zet ze in de comments beneden. Als je er bent, doe dan direct een duimpje omhoog en klik op de abonneerknop. Dat was het voor deze video. Tot in de volgende.